Hoi iedereen. Als eerste wil ik jullie allemaal nog een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Het is voor mij het eerste filmpje van 2014. Het is een shoplog geworden. Ik ga jullie de spullen laten zien die ik nog in 2013 heb gekocht. Het is echt geen 2014 stuff. Ik ben er gewoon niet aan toegekomen om de laatste dagen van 2013 dit filmpje te maken. En toen dacht ik, nou, weet je wat, wordt het eerste filmpje van 2014. Het zijn geen spullen die je alleen rond de feestdagen kunt kopen. Dus ja, het is gewoon leuk voor gewoon eigenlijk, ja, altijd wel. Het is niet dat je er niks aan hebt, zou je het ook willen kopen. Dat je het, ja, het is gewoon nog verkrijgbaar. Dus ik ga beginnen. Ik ga denk ik beginnen met Kruidvat. Ja, ik ga beginnen met Kruidvat. Als eerste kocht ik bij het Kruidvat de So Superstar Body Fragrance. Dit is eigenlijk ja, een soort van body splash, geloof ik. Maar een hele goedkope versie, zeg maar. Het zit ook gewoon... Hij ruikt wel lekker. Het is gewoon dat je gewoon... Dat kun je over je hele body doen, zeg maar. Dat je gewoon lekker ruikt... En ja, ik had ook wel eens naar dat spul van de Body Shop zitten kijken. Maar ja, dat vind ik toch soms toch nog net wat aan de prijs. Toen dacht ik van, ik ga eerst voor een goedkopere versie. Ik heb goede ervaring met het merk van So. Goed, ook ja. Ik heb er ook een luchtje van en die vind ik ook echt super lekker. En deze kostte €2,55. En toen had ik zoiets van, nou, laat ik daar eerst maar eens mee beginnen. Of dat die lekker is, dan ben je er ook niet aan bekocht. Ze staan bij de deodorants. Dat vond ik op zich een beetje, ja... Apart, want ik heb echt heel lang lopen zoeken van... Goh, waar staan ze? Want ik wist dat ze er waren. En toen dacht ik van... Ik dacht eigenlijk meer dat ze dus bij... Ja, ook het douchegedeelte zouden staan. Of je bodylotion, dat soort dingen. Er stonden ze dus gewoon niet. Bij de deodorant stonden ze. Je had ook nog een andere van deze. Maar ik weet zo even niet meer hoe die heet. Maar deze vond ik toch, ja... Wat meer voor mij, zeg maar. Deze kocht ik dus voor €2,55 bij het Kruidvat. Dan had je ook weer een nieuwe collectie van Essence. Voor Essence, dat was Metal Glam. Ligt nu in de winkel, de Metal Glam collectie. Ik kocht deze lipgloss ervan in de kleur Petal to the Metal. Ik ben gewoon echt fan van lipglossjes. Ik neem ook eigenlijk altijd wel wat uit die limited editions mee. Het is nooit dat ik het oversla of zo. Zodra ik hem eigenlijk in de winkel zie en denk van, oh, dat vind ik leuk of... Op internet zie ik het soms ook wel eens en denk ik van, oh, daar wil ik wel voor gaan, zeg maar. Ik weet even niet meer wat deze kost. Volgens mij €1,59 of zo. Het zijn altijd hele ja, budget producten die ik eruit haal. Dus ik vond deze wel erg leuk. Het is een lipgloss met een metallic effect. Ze hebben geloof ik ook daar nagellak al van in het standaard assortiment. En heb je dan nu geloof ik nog wat kleurtjes bij. Dus als je het leuk vindt, Metal Glam. Dan kocht ik deze. Heb ik wel voor de kerst gekocht. En die heb ik dan ook wel gedragen, zeg maar. Maar deze heb je gewoon standaard. Dit is Essence Color & Co. En het is dan de Sparkle Sand Effect. Dit is, hier zit een glitter in. Het is een heel mooi lakje. Maar te afhalen, dat vind ik altijd echt bagger met glitters. Je moet echt zo lang poetsen, vind ik, op zo'n nagel dat je het eraf krijgt. En heb ik gebruik gemaakt van het magische potje, zeg maar... Waar je gewoon je vinger in kan dopen, ronddraait en dan is het eraf. En het gaat echt wel voor een heel groot gedeelte eraf, maar je moet echt heel lang draaien voordat het eraf is. Dat vind ik het enige nadeel van dit lakje, maar voor de rest vind ik hem echt super mooi. En deze had ik dan speciaal voor de kerst, maar deze is altijd verkrijgbaar. Dus vandaar dat ik hem er ook nog bij doe. Even kijken. Oh ja. Ik heb nog meer gekocht van Essence. Dat is het mini lipgloss setje. Ik heb de Parijs versie genomen. Hier zitten 3 kleine lipglossjes in. Jullie kunnen zien. Super schattig. Het was leuk. Je had rond de kerst had je op de Kruidvatkaart had je 1 plus 1 gratis, geloof ik. Oh, daar ging mijn lipglossje. Ik zal hem even oprapen. Dit was wel erg leuk, want je had dan 2 voor de prijs van 1. Hier heb ik natuurlijk weer gebruik van gemaakt, want ja, ik vind het zo leuk altijd. En toen, deze stond wel even op mijn verlanglijstje ook. En toen was ik toevallig in een Kruidvat met het tweede assortiment. En daar zag ik ze liggen. En toen dacht ik, ja, die ga ik meenemen.
Dus deze heb ik gekocht. En ja, ik vind het wel leuk. Het zijn wel leuke kleurtjes. En ja, ik vond het Parijs wel leuk. Ik zou er ooit heel graag heen willen. Dus ja, ik dacht ik kies voor deze. Deze was nu 3 euro. Dan had je dan 2 voor 3 euro, zeg maar. Dan heb ik ook het Essence Nightclub Glamour to Go eyeshadow gekocht. Het is een oogschaduw paletje met weer meer kleuren. Ook een applicatortje zit erin. Ik kan hem even open doen. Hier. En dan zie je inderdaad ook meerdere kleuren. En dan zo'n applicator. Maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Want ik gebruik altijd mijn eigen applicators. Deze was nu 3 euro. Dus ja, ik vond hem wel vet. Even kijken hoor. Of ik nog meer had. Oh ja. Als laatste bij het kraatvat was de Essence Stays No Matter What Waterproof Eye Pencil. Ik was echt op zoek naar een waterproof oogpotlood. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ze in het Essence assortiment hadden. Ik zat even op de website te kijken en toen zag ik ze ineens staan. Ik ben echt heel veel kruidvats af geweest. Ze hadden dan niet de zwarte elke keer. En toen dacht ik van, nou ja, weet je. Grijs of bruin, daar heb ik zelf niet zo heel veel mee voor een oogpotlood. Dus ik heb gewacht. En toen kwam ik laatst, was ik ergens in de stad. En toen zag ik een kruidvat. Toen dacht ik van, nee, toch nog even een poging wagen. En toen hadden ze gelukkig de zwarte. Hij is 1,59. En ja, ik heb hem ook al geprobeerd. En ja, hij werkt echt. Het is een heel fijn puntje ook wat eraan zit. En ja, hij werkt gewoon echt heel fijn. Het is dan Midnight Black. Even bij te vermelden, maar het is echt een fijn potlood van Essence. Bij de trekpleister kocht ik deze lipsmakker. Ik ben echt dol op lippenbalsems en ik was met mijn zusje eventjes in het dorp en toen gingen we samen nog wat dingetjes halen en toen zagen we deze lipsmakkers liggen. Je had ze ook in een stikje, maar wij hebben gekozen voor het blikje, want ja, daar hou je vaak meer uit. En het was wel heel bizar, want mijn zusje kocht hem bij het kruidvat en dan was hij eigenlijk echt een stuk goedkoper. Daar betaalden ze maar 1,40 euro. Maar toen hadden ze niet meer en toen dacht ik van, ik wist dat trekpleister ze ook had. Maar daar betaalde ik wel 2,50 euro. Dus mijn zusje had hem echt een stuk goedkoper dan ik. Maar goed, ik wilde hem toch heel graag. Dus ik heb hem wel gekocht. En ik vind het aapje gewoon heel schattig. Ik zal hem even omdraaien. Het is gewoon een leuk aapje van Paul Frank. Dus vandaar dat ik hem toch meenam. Bij de Ethos kocht ik een nieuwe deodorant. Ik was echt benieuwd naar deze deodorant. Het is echt een investering, moet ik zeggen. Het is namelijk de Rexona Maximum Protect. Dit is een deo van 7,60 euro. Het is echt bizar hoe duur deze kostte, maar ik kan je vermelden, hij is het bedrag meer dan waard. Hij wordt binnenkort, zal ik hem reviewen en dan kunnen jullie dingen lezen wat ik erover vind. Maar tot nu toe ben ik heel enthousiast. Het is echt, ja. Het is gewoon echt het is geen spray en ook geen stick. Want je draait elke keer verse deodorant naar boven. En dat smeer je dan uit. En het is echt zo'n fijne deo. Dat ik echt niet meer wil missen. Ik heb echt heel veel deo's geprobeerd. Maar ja, ik ben gewoon iemand die wel een beetje snel last heeft van zweet. Dus ja, dit was eigenlijk een soort van laatste probeertest naar wat ik allemaal had geprobeerd. En ik ben er tot nu toe echt heel tevreden over. Je hebt hem ook in Dolf. Maar ik heb nu voor Rexona gekozen. Want deze scheelde toch nog weer iets in de prijs. Want die van de Dolf zat op 7,90 euro. Dat is bijna 8 euro. En deze was dan 7,60 euro. Dan dacht ik van nou, dan kies ik voor de Rexona. En hou de review even in de gaten als je er benieuwd naar bent, zou ik zeggen. Bij de Op is Op Shop kocht ik de Wella Pro Serie Frizz Control Mousse. Dit is een mousse voor als ik met mijn tangen werk, zeg maar. Mijn krultang, mijn stijltang, wafeltang.
dat soort dingen, dan doe ik er altijd eigenlijk een mousse in, zodat het wat steviger blijft zitten ook. En bij de Obisop-shop betaal je dan eigenlijk voor dit soort dingen, zeg maar. Betaal je dan, heb je keuze in meer series kopen. Bijvoorbeeld dan één zo'n ding kost bijvoorbeeld €2,95, maar dan heb je er twee voor €5. En het assortiment is ook echt wel heel wisselend, maar ik heb een haarlak van Wella en daar ben ik eigenlijk zo tevreden over dat ik ook wel de mousse wilde proberen. En vandaar dat ik eerst naar de Opshop ging en toen hadden ze deze en toen dacht ik van ja, dan ga ik die doen. En ja, deze bevalt wel heel goed. Ik ben net nog wat vergeten bij de kruidvatblog zie ik. Ik had namelijk ook nog een Catrice lakje gekocht. Wat de kleur is, kan ik niet eens zien. Zo donker is die. Maar het is een... ja. Oh, wacht even. De 38 Fine Tinto of zo. Het was 1+1 gratis. Dus ja, vandaar dat ik hem kocht, zeg maar. En ja, ik vind hem wel heel erg mooi. Ik ben echt benieuwd hoe die op mijn nagels is. Maar hij is voor jullie volgens mij heel moeilijk zichtbaar. Hij is echt donker. Ik kocht bij de Intertoys kocht ik deze oorbelletjes. Het zijn snorretjes. Ik vind dat snor, dat heeft toch wat moustache. Ik vind het gewoon echt super vet. Ik heb er nu echt twee shirtjes van. Ik heb er een ketting van. En een sjaal zelfs. Een armband die kreeg ik van Sinterklaas. En toen dacht ik van, hey, die oorbelletjes vind ik ook super vet. Deze waren €2. En ja, ik denk, die vind ik echt wel leuk om daarbij te combineren, zeg maar. Ik zal eventjes goed de achterkantjes erop doen, anders ben ik ze kwijt. En je had ook andere kleurtjes, maar omdat ik toch alles dan in het zwart heb, de snor op de ketting is ook zwart. Dus toen dacht ik van, dan kies ik de zwarte oorbelletjes. Dus die vond ik echt super vet. Bij de Hema heb ik een bestelling gedaan. En dat was deze fles. Als ik wegga, dan wil ik eigenlijk altijd drink bij me hebben. En ik werd eigenlijk een beetje gek van altijd die plastic flesjes, zeg maar. Toen besloot ik om één goede fles te kopen. Deze kwam bij de Hema. Komt die weg. En ja, het is een flesje van normaal €4. Ik heb met een kortingscode gekocht. En toen was hij €3,50 geloof ik. Maar ik zag ze niet in de winkels. Ik heb hem op internet besteld. En dat was tot een bepaalde tijd gratis verzending. Dus toen ja, vond ik het ook niet erg om te doen. Er zitten best wel grote gaten in. Maar ja, ik vind het gewoon fijner om gewoon zo'n fles te hebben. Dan dat je steeds met losse flesjes loopt te klieren. En ik vond deze wel leuk. Even kijken. Bij de blog kocht ik een tablethoes met een printje van Paasop Zebra. Ik had niet echt zo'n mousse meer. En ik zag dat ze bij de Action ook lagen, maar ik dacht die leek me echt veel te klein, zeg maar, voor de iPad die ik heb. Want ik heb een iPad 2. Dus ja, ik dacht, nee. Ik weet toevallig dat ze die hoes toen een hele poos geleden hadden. Toen had ik zoiets van, nee, ik vind dat toch niet helemaal nodig. Ja, ik heb er een goede hoes omheen zitten ook om mijn tablet. Maar ik hou gewoon echt van dubbele bescherming. En toen dacht ik van, ja, ik ga toch nog kijken of dat ze hebben. Want ik wist toevallig dat er nu korting was. En toen hadden we nog eentje. Ik heb het zien, want ik pak mijn boek geplakt. Hij was €5, maar er ging nu kassa korting af. Dus hij kostte nu nog maar €2,50. Dat vond ik nog wel het grappigste van de hele vrouw. Dat je gewoon een mix hebt die €2,50. En ik vind dit printje wel super leuk. Dus vandaar. Dan heb ik voor de kerst nog 2 beauty must-haves gekocht. Die echt al een hele poos op mijn verlanglijstje stonden. Tweezermans. Dit is, voor mensen die niet weten, een tweezerman is. Een tweezerman, dat is een pincet die vrij aan de prijs is, maar waar je levenslange slijpgarantie op hebt en die zeker heel scherp zijn. Er zit echt een punt aan waardoor je de kleinste haartjes ermee kunt pakken. En bij de DA-drogist had je kortingsbonnen.
Dus je kon zo'n pincet met korting kopen. Nou, we houden natuurlijk allemaal van korting. Dus ik dacht, dit is eigenlijk wel het ultieme moment om hem dan aan te schaffen. Omdat ik hem toch graag wilde hebben. Ik kocht de Tweezerman Slant Midnight Sky. En dan moet je even naar de prijs kijken. Hij kostte €26,25. Maar omdat ik een kortingsbon had, betaalde ik nu €19. Tuurlijk, het is nog echt superveel voor een pincet. Maar als je je levenslang mee kan doen, dan is het eigenlijk een hele goede investering, vind ik zelf. Eerder deed ik het ook altijd met goedkope pincets. En die, ja, die werden gewoon snel bot en dan kun je ze niet meer gebruiken. En ja, ik dacht, nu moet het echt een keer ervan gaan komen. En dat is deze geworden. Wat ik jammer vind, is dat ik nog geen hoesje heb voor de pincet. Want ik wil hem echt heel netjes gaan opbergen. Maar ik heb nog geen hoesje kunnen vinden. Dus ja, dat wordt nog even zoeken. Als jullie een tip hebben, hoor ik het ook heel graag. Maar ja, ik heb in ieder geval nu de Tweezerman in huis. En ja, ik ben er blij mee. En dan kocht ik ook de Mini Tweezerman. Want deze was natuurlijk nu ook met een hele grote korting. Deze kost normaal €15,75 en nu betaalde ik €11. Ik heb de roze genomen. En wat wel heel fijn is aan deze, is dat hier een kokertje bij zit. Want het is een tasformaatje. Ik ga hem in mijn toilettasje steken of in mijn tas. En hier zit een kokertje bij, waardoor je hem gewoon echt heel netjes mee kan nemen en op kan bergen. Dat vind ik echt super. En ja, ik vind hem ook echt super schattig. Hij is echt super, super cute. Het liefst had ik een zwarte gehad, maar die hebben ze niet in de kleine versie. Dus toen dacht ik van nou, dan ligt roze toch het dichtst bij mij. Dus toen heb ik een roze genomen. En ja, ik ben er wel heel blij mee. Nou, als laatste nog wat producten van de Action. En dan ben ik er eigenlijk ook wel. Ik kocht een voetborstel met puimsteen. Ja, omdat ik altijd last van mijn voeten heb, zeg maar. Toen, ja, ik heb echt al vijlen, raspen, alles. En een puimsteen blijkt ook heel goed te werken. Dus toen dacht ik van, deze zag ik liggen van, nou, ga ik gewoon een keer proberen. Ze waren 70 cent, dus ja, je bent er ook niet aan bekocht, zeg maar. Er zit ook een handig voetborsteltje aan, dus die kun je ook nog gebruiken. En ja, ik weet ook niet wat een puimsteen doet, want ik heb nog nooit een puimsteen gebruikt. Maar misschien werkt het wel super goed. Purel B lippenbalsem kocht ik ook bij de Action. Deze waren 75 cent. En ik van Purel wilde ik al heel lang een lippenbalsem. En in winkel vind ik ze soms nog aardig aan de prijs bij een drogist. En bij de Action lag deze nu voor 75 cent. Ik denk, nou, die neem ik mee. Ik heb ook nog een vestje gekocht bij de Action. Ik vind de kleding van de Action best wel leuk soms. Dat is dit vestje. Met knoopjes en dan een roze ja, neon kleur. Je had ze ook in het roze grijs. Grijs met koraal. Zwart en geel. En dan black en pink. En die heb ik genomen. Deze was nu €2,99. Ik heb er al zo lang bij te kijken. Maar er waren ze nog €5. Toen dacht ik van nou, dat komt wel een keertje. En nu liep ik er toevallig langs en toen stond er €2,99 voor. Toen dacht ik van nou, nu neem ik hem gewoon mee. Want ik vind hem gewoon super leuk. Ik kreeg twee hele lekkere luchtjes met kerst. En ik weet wel dat ze bij de Action vandaan komen. Dat is deze, de Kappa. Momento heet die. Van Kappa. Hij is echt super, super lekker, weet ik. En ik ben er echt heel blij mee. Het is ook echt een super leuk flesje. Het is echt een, ja, dit formaat flesje. Hij is echt super leuk. En hij is echt super lekker ook. Daar ben ik ook heel blij mee. Deze komt dan bij de Action vandaan. Prijs weet ik natuurlijk niet. Want ik kreeg hem voor kerst. Maar dat zal vast niet heel hoog zijn. En toen kreeg ik ook nog de Sex and the City by Night. Hij is echt, echt verrukkelijk. Hij is ook echt super schattig. En het doosje vind ik echt super schattig. Het is echt een super, super fijn luchtje, denk ik. Ik heb hem nog niet kunnen ruiken, want hij zit nog dicht. Ja, een beetje door de verpakking heen ruik ik hem. Hij is echt lekker zoetig en hij is echt geweldig. Qua geur dan. En
Ja, deze kreeg ik dan ook. Deze komt ook bij de Action vandaan. Hier weet ik ook de prijs niet van. Maar volgens mij hebben ze ze nog steeds. Dit was mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was even heel veel nu om te laten zien. Omdat ik natuurlijk dit allemaal nog van het oude jaar had. Het is ook niet dat ik het allemaal in één keer heb gekocht. Het is echt in gedeeltes gebeurd. Maar dan ben ik gewoon nog niet aan toegekomen om het te gebruiken, zeg maar. En toen dacht ik van, nou, dan kan ik er nog een shoplog voor jullie van maken. Als je benieuwd bent naar de review over de deodorant, dan moet je eventjes mijn blog in de gaten houden. En ik hoop jullie gewoon heel snel weer te zien. Bedankt voor het kijken.